We zijn in de Arjen Robben Skybox in Euroborg, waar de algemeen directeur van FC Groningen, Hans Nijland, een speciale gast voorstelt. Het is Han Berger, die tussen 1983 en 1986 trainer was van FC Groningen. Berger deed het in die drie seizoenen erg goed met respectievelijk een 7e, 5e en 4e plaats in de Eredivisie. Tegenwoordig is de oud-trainer werkzaam in Australië, waar hij tot voor kort technisch directeur was van de Australische Voetbalbond. Ik ben de technisch adviseur of technisch directeur van Sydney FC. Een van de grotere clubs in Australië. In een hele mooie stad. Ja, geweldig. Ja. Maar wij woonden al in Sydney. Het hoofdkantoor van de Bond is ook in Sydney. Dus, nou ja, mocht het zo zijn, Han, dat ze daar ook nog een algemeen directeur zoeken, ik sta daarvoor open in ieder geval. Dat begrijp ik. Ik zal aan je denken. Ik kwam Hans Nijland tegen, een tijdje geleden. Toen ik even terug was op bezoek in Nederland, voor korte tijd, toen liep ik Hans tegen het lijf. Die heeft me uitgenodigd. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Geweldig om hier te zijn. Berger zal in Groningen altijd herinnerd blijven als de trainer die in 1983 met FC Groningen het grote Atletico Madrid uitschakelde in de UEFA Cup. Een ongelooflijk misverstand in de verdediging van Atletico Madrid op de vrije trap van Ronald Steenge. Ik weet nog dat de voorverkoop begon en dat ik naar de training kwam in het Oosterpark. En dat er mensen stonden rijen op de Zaagmuldersweg van 100 meter of langer. Ik dacht, wat is er nou aan de hand? Die stonden in de rij voor een kaartje. De thuiswedstrijd was een geweldige wedstrijd. Om zo'n ploeg met zulke namen, die waren eigenlijk kansloos. En die raakten steeds meer geïrriteerd. En dat is een geweldige ervaring natuurlijk. Berger vertrok in 1986 met het bereiken van Europees voetbal. In het seizoen 1985-1986 eindigde FC Groningen als vierde met 40 punten. Omgerekend naar het huidige puntensysteem zou FC Groningen dat seizoen 57 punten hebben behaald. En dat aantal wist zelfs Ron Jans later met FC Groningen niet te bereiken. Van Han Berger is de zegevierende trainer. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Een enorme ontlading en Europees voetbal. Dus ik geloof dat we vierde eindigden dat seizoen. Dat is een geweldige prestatie. Een geweldige middag gewenst allemaal. Dank u wel. Ga ik weer de volgende. Zie je zo. Ja. Ja. Het leuke is, weet je, alle clubs waar je gewerkt hebt en zeker zo'n geweldige club als Groningen, die blijf je altijd volgen met meer dan gemiddelde belangstelling. Dat maakt niet uit waar je zit op de wereld, maar je gaat 's maandags altijd even een rijtje clubs, dan ga je de resultaten even van kijken en zien hoe het gaat.